Oké, een hele goede avond iedereen thuis. Van harte welkom bij het Streeklyceum Live. Nou, fijn dat u kijkt, fijn dat jullie kijken. In deze live-uitzending gaan we het hebben over de zorg en de begeleiding op het Streeklyceum. En ik heb drie gasten die zo meteen langs gaan komen. Allereerst heb ik op de bank zitten Marieke Verhoeven, zorgcoördinator op het Streeklyceum. Zometeen sluit Joshua aan, leerling bij ons. En daarna komt Fleur Sterk in het programma iets vertellen over ons topprogramma voor hoogbegaafde leerlingen. Ja, dus blijf vooral kijken. Wat belangrijk is, het is een live uitzending en we willen die graag een beetje interactief houden. Dus de chat is open. Als u als ouders of als je als leerling in groep 7 of 8 een vraag hebt aan een van onze gasten, bijvoorbeeld dus over de zorg, over de begeleiding van leerlingen of over het hoogbegaafdheidsprogramma. Nou, zet de vragen in de chat. We kijken mee en we doen ons best om jullie vragen eventueel live te beantwoorden. Nou, Marieke, van harte welkom in deze live uitzending. Ja, ik zei het al, jij bent de zorgcoördinator bij ons op school. Wat is eigenlijk een zorgcoördinator? Ja, het kan voorkomen dat kinderen voor kortere of langere tijd extra ondersteuning nodig hebben. En als zorgcoördinator denk ik mee in hoe we deze ondersteuning vorm kunnen geven. En ja, hiertoe overleg ik met de ouders, met de mentor, met de teamleider, eventueel andere betrokkenen bij de leerling. Om zo een goed passend aanbod te creëren. En het is echt maatwerk, dus het is heel interessant om steeds maar weer te denken van hoe kunnen we deze leerlingen het beste helpen. Ja, dat begrijp ik. Hey, en nou ja, je hebt het over extra ondersteuning en over maatwerk. Wat voor extra ondersteuning moeten we dan aan denken? Nou, soms is er een klein steuntje in de rug voldoende. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld deelnemen aan een training, een faalangstreductietraining of rots- en watertraining in de onderbouw. We hebben ook verschillende faciliteiten die we leerlingen kunnen bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld als je dyslexie hebt, een dyslexie faciliteitenkaart waar allerlei dingen aangevinkt kunnen worden waar jij dan hulp bij kan krijgen of wat je bij een toets bijvoorbeeld extra tijd kan krijgen. Als je last hebt van prikkels, dan hebben we bijvoorbeeld een time-out kaart die je kan inzetten als leerling om even de klas te mogen te verlaten als je nou, te veel aan je hoofd hebt. Het kan ook zijn dat je wat langdurig begeleiding nodig hebt om hier je schoolcarrière te vervolgen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het koppelen van een persoonlijk begeleider aan de leerling. En die persoonlijk begeleider die zal eigenlijk je steun en toeverlaat voor de leerlingen. Maar ook het contactpersoon voor de ouders. Die informeert docenten over wat de leerling nodig heeft. En die kijkt echt met je mee. Nou, daarnaast hebben we veel expertise in huis. We hebben een eigen orthopedagoog. We hebben twee begeleiders passend onderwijs. Die begeleiders passend onderwijs bijvoorbeeld voor gedrag. Dan kun je denken aan leerlingen met autisme of ADHD. Die informeert ook lesgevers van hoe kun je nou deze leerlingen het beste lesgeven. En die kan ook leerlingen daarbij helpen. En we hebben een begeleider passend onderwijs voor chronisch zieke kinderen. Die bijvoorbeeld aangepaste lesroosters nodig hebben. En dan kijken zij bij mee. Het klinkt wel alsof er dus op het Streeklyceum echt veel mogelijk is. Ja, klopt. Ja. En stel je nou voor dat dat er groep 8 ouder, groep 7 ouder zit te luisteren. Die heeft een kind die een bepaalde zorg- of ondersteuningsbehoefte heeft. Wat zijn dan de stappen die je moet nemen? Ja, als je zoon of dochter of als jij op de basisschool extra ondersteuning nodig hebt, vinden wij het heel fijn om dat ook op tijd te weten. Want dan kunnen we ook gelijk vanaf de start ook die ondersteuning bieden. Als je op deze dag, op deze open dag bent en je hoort dit, dan is het even belangrijk om alvast een belletje te doen voordat je gaat aanmelden. Nou, als een zoon of dochter heeft op de basisschool extra ondersteuning nodig gehad en wij zijn op zoek naar een school die dat ook kan bieden. En dan kunnen we in overleg kijken of wij kunnen bieden wat de zoon of dochter nodig heeft. Voor 8 maart is dat dan fijn om alvast eventjes contact te hebben. Nou, als er eenmaal een aanmelding bij ons binnen is en waaruit blijkt dat extra ondersteuning nodig is, dan hebben we altijd een warme overdracht. Vanuit onze school gaan er mensen naar de basisschool om vanuit de leerkracht van groep 8 te horen wat helpend is, zodat wij dat kunnen voortzetten. En daarna gaan we altijd nog in gesprek ook met de leerlingen en de ouders voor de zomervakantie nog. Om echt heel goed af te stemmen van hoe gaan we starten straks. Dat de leerling ook de school alweer even gezien heeft. Ook vaak al de mentor al even gezien heeft. Zodat het zonder heel veel stress de overstap kan gemaakt kan worden.
Nou, heel goed. Dat klinkt nou ja, alsof er in ieder geval veel ruimte, aandacht is voor zorgleerlingen. Dus denk nog even goed, hè, want jij geeft aan van nou, geef in ieder geval vroeg aan, vroegtijdig aan. Van nou ja, we denken na over het streeklyceum, neem alvast contact op. Nou, dat kan in deze week in ieder geval nog via de privéafspraken button op onze speciale open dag website. En anders kunnen ouders een mailtje sturen. Ja. Mailtje sturen, de zorgcoördinator staat op de website, mijn e-mailadres, ja. Helemaal goed. En dat geldt ook voor iets als onze dyslexiebegeleider of een van de andere experts. Ja, ja. Ja, helemaal goed. Nou, ik ga even kijken. Ik zie, volgens mij is het verhaal heel helder, want ik zie in de chat geen aanvullende vragen binnenkomen. Dus dat betekent eigenlijk nou ja, dat ik volgens mij al heel veel gehoord heb over hoe dat gaat op het streeklyceum. Ja, en dan ga ik eens een leerling uitnodigen die daarmee te maken heeft. Leuk. Dus Marieke, dankjewel. Ja. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Joshua. Ja. Neem plaats. Dankjewel. Van harte welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Hartstikke goed. Jij bent dit jaar bij ons gestart in de brugklas. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Ik ben allereerst gewoon wel benieuwd, waarom heb jij nou eigenlijk voor het streek gekozen? Ja, ik kwam binnen op de open dag op het streek en ik voelde me al gelijk thuis. Er hangde een hele fijne en gezellige sfeer. Ik had ook met een paar docenten gesproken en dat vond ik ook heel erg fijn, want ze accepteerden ook wie ik ben, ondanks mijn CI's. En ze dachten ook met me mee naar mogelijkheden waardoor ik zeg maar beter kan worden in dingen. Ja, dus je bent gewoon al eens gaan kijken op een open dag. Ja, dat kunnen de leerlingen thuis helaas nu dan even niet. Maar ze kunnen natuurlijk wel meeluisteren vandaag. Hey, en jij zegt eigenlijk, nou ja, wat ik heel mooi vond is de sfeer. Maar ook dat er best wel met begrip op je CI, ja. Dat zei je hè? CI's, ja. Werd gereageerd. Wat zijn dat? Kan je dat eens vertellen? Dat is een soort van gehoorapparaatje. En zonder die gehoorapparaatje ben ik helemaal doof. Het is een soort van apparaatje die zit op mijn hoofd geplakt met een magneet. En die magneet die zit verbonden met een processor in mijn slakkenhuis en daardoor kan ik zeg maar horen. Wat mooi. Ja. Ja, en dat betekent dus eigenlijk, nou, deze uitzending gaat over zorg en begeleiding, dat je misschien wel een beetje extra begeleiding nodig hebt op de middelbare school. Ja. Toch? Hoe ziet die begeleiding eruit? Kan je dat ik krijg vertellen? Van Jessica krijg ik ook hele fijne hulp en bij haar kan ik ook altijd terecht. Jessica is jouw persoonlijk begeleider, denk ik. Hè? Ja, daar vertelde Marieke net wat over. Ja. En ik krijg ook hulp van Carla, die komt vanuit Kentalis. En die komt ongeveer één keer in de maand, komt bij me kijken of het goed met me gaat en dat er nog mogelijkheden zijn om mij nog te helpen. Ja, want hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school? Ja, het gaat heel goed. Ja, zijn er dingen die nog wat lastiger zijn? Ja, talen vind ik heel erg lastig, vooral Engels en Frans. Vooral met klanken is het lastig om te verstaan. Ja, dus dat is in het bijzonder voor jou dan wat ingewikkeld. En hoe word je daarbij geholpen? Ik heb van Jessica. Heb ik op mijn laptop heb ik een heel programma gekregen, waardoor ik ook beter kan oefenen. En ik ben ook naar Frans en Engels, daar ben ik ook naar steunles geweest. Oh ja. Ja, dus dan wordt er eigenlijk, zoals net uitgelegd werd, met jou echt meegedacht van nou, wat heb je nodig en welke hulp heb je nodig en die krijg je dan. Ja, die krijg ik. Dat is wel mooi om te horen uit de praktijk. Hey, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, hoe gaan de docenten met jou, nou ja, CI en met alles wat daarbij komt kijken, hoe gaan ze daarmee om? Die gaan er ook heel goed mee om. Ze krijgen, als ik binnenkom in de les, krijgen ze van mij zo'n rond kastje. Die doen ze dan als een ketting om hun nek. En dan doe ik die aan via mijn telefoon en dan via Bluetooth kan ik hen dan beter verstaan. Oké. Dus je hebt echt een handig hulpmiddel wat je meeneemt iedere les. Zeker. En je klasgenoten, hoe gaan die daarmee om? Ja, die gaan er ook heel goed mee om. Ik heb de tweede dag sinds ik op school ben, heb ik een presentatie gegeven. En ze vonden het heel interessant en ze gaven ook allemaal hele leuke vragen van hoe zit dat en ja. Ja, dus ze waren eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja, ze waren heel nieuwsgierig. Ja, ze pesten hier niet mee? Nee, ik ben er nog nooit mee gepest. Echt niet? Nee. Oké, nou dat is wel echt fijn om te horen. Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, ja, vond je het eigenlijk spannend om te beginnen op de middelbare school? Ja, heel erg. Ik vond het vooral heel spannend hoe ze ermee om zouden gaan. Ja. Maar ze gingen er echt heel perfect mee om. Ja, dus is eigenlijk alles meegevallen. Ja. Ja, dat is zeker. Misschien ook wel goed voor de leerlingen die thuis zitten, hè, die wat extra zorg en begeleiding nodig hebben, die het misschien ook wel extra spannend vinden. Nou, dan zeg jij eigenlijk, nou ja, het is mij alles meegevallen. Ja, ja, zeker. Heel goed.
Hey, en waar ik nog wel benieuwd naar ben, afsluitend. Waarom zou je nou tegen de leerlingen van groep 7 en 8 zeggen dat ze voor het streeklyceum moeten kiezen? Waarom is dat nou zo'n leuke school? Ja, zoals ik al net zei, ik vind een hele fijne en gezellige sfeer. Er is ook hele goede hulp als je daar behoefte aan hebt en daar hulp bij nodig hebt. En er zijn ook hele leuke activiteiten, zoals de activiteitenweek en ja, vooral de activiteitenweek. Vond ik heel erg leuk. Ja, top. Dus er is genoeg te beleven op de streek. Zeker. Hartstikke goed. Hey, echt onwijs bedankt, Joshua. Wat leuk dat je ons wilde komen vertellen. Ja, ik vond het heel leuk. Nou, mooi. Hartstikke goed. Ik heb nog één gast, dus jij mag plaats maken. Dank je wel. Ja. Ja, want de laatste gast van vanavond, die komt iets vertellen over ons hoogbegaafdheidsprogramma. Zeker. Ja. Fleur, van harte welkom. Dank. Jij bent docent natuurkunde bij ons over de streek en daarnaast betrokken bij een topprogramma. Ja. Nou, kan je eens vertellen wat dat topprogramma inhoudt? Nou, het topprogramma is ontwikkeld zodat we in ieder geval de hoogbegaafde leerlingen wat meer kunnen begeleiden, zodat ze beter tot hun talenten beter tot bloei kunnen laten komen. Want het is niet altijd vanzelfsprekend dat het allemaal lukt hier op het voortgezet onderwijs, want je bent wel heel slim. Maar je hebt soms misschien even een stukje extra ondersteuning nodig. En het is ook denk ik heel fijn om te weten met wie je kan spiegelen. Dus ontwikkelingsgelijken die ze vaak bijvoorbeeld in de plusklas hebben gehad. Of misschien wel bij het speciaal voltijd hoogbegaafd onderwijs hebben gekend. Nou, zo'n groep willen we dan bij elkaar brengen, zodat ze dat in stand houden. En dus de overgang naar de middelbare school ook wat zachter is. Ja, dat klinkt mooi. Mm-hmm. Hey, en top staat, begreep ik, voor talentontwikkelprogramma. Ja. Heel mooi. En wat houdt dat talentontwikkelprogramma dan in de praktijk in? Nou, het heeft eigenlijk drie pijlers. De eerste pijler dat is dat we bijeenkomsten dus hebben, waarbij we de leerlingen die meedoen met het programma bij elkaar brengen. En dan gaan we eigenlijk gewoon vooral leuke activiteiten doen. Bijvoorbeeld de eerste keer dat we bij elkaar kwamen, hebben we 3 of 4 spellen gedaan. En daarna zijn we verstoppertje gaan spelen om elkaar te leren kennen. En de spellen zijn er echt op gericht om te kijken van, hey, waar loop je bijvoorbeeld tegenaan in het onderwijs? Hoe is het samenwerken? Wat zijn dingen die speciaal zijn aan jou en die misschien net iets anders zijn dan bij een ander? En het ging ook over wat zou ik dit jaar graag willen leren? Wat vind ik spannend voor dit jaar? Dus de spellen met echt een doel en om elkaar beter te leren kennen natuurlijk. Daarnaast hebben we een top mentor. Dus elke leerling krijgt een mentor en die gaat in principe mee door de hele schoolcarrière. Die kijkt met jou mee van, hey, waar zitten jouw uitdagingen? Waar zou je misschien het net even anders willen? Bijvoorbeeld stel, je bent heel ver met Engels. Zouden we dan kunnen overleggen samen met de Engelsdocent? Van, zouden we misschien iets minder kunnen? Of ergens anders van, hey, hoe kan ik het anders aanpakken? Want dat lukt niet helemaal. En dan hebben we nog een derde pijler en dat is workshops. Dus we geven 1 keer in de zoveel tijd een set workshops. En 1 daarvan gaat bijvoorbeeld over growth mindset. En in de hele les. Kan je dat uitleggen? Wat is dat, growth mindset? Ja, growth mindset is op dit moment hip en happening, maar het is ook omdat het echt goed werkt. Het idee is dat je een fixed mindset kunt hebben, een growth mindset. En een fixed mindset is, nou, ik kan het, of je kan het niet. En veel hoogbegaafde leerlingen hebben toch ervaren van, nou, dingen gaan makkelijk. Dus of je kan het, of je kan het niet. Maar dat echte oefenen, dat is soms een beetje een uitdaging. Voelt het niet altijd fijn, want het is een beetje falen. En bij een growth mindset leer je van, ja, maar wacht even, je kunt ook tegen jezelf zeggen, ik kan het nog niet. En te richten op groei in plaats van, nou, ik kan het of ik kan het niet en ik moet dat doel meteen halen. Eigenlijk is dat groeien ook een heel fijn proces. En daar, dat leer je bij growth mindset en hoe je daar over kunt gaan nadenken. Van, hey, wanneer doe ik het een en wanneer doe ik het ander en hoe zou ik het kunnen ombuigen? Interessant. Klinkt echt wel als een heel mooi programma. Jullie zijn daar dit schooljaar mee gestart, hè? Kan je eens vertellen, nou, hoe reageren leerlingen? Ja, heel enthousiast. Ze komen op de gang en naar me toe. Van, als ik over de gang loop, oh, wanneer is het weer? Wanneer is het weer? Ik heb er zo'n zin in. En ik heb ook nog laatst, kwam iemand naar me toe die zei, mag mijn klasgenootje meedoen? Want die zou dat ook heel fijn vinden. Dus ze zijn echt heel enthousiast. En ik hoor het ook van ouders terug. Die schrijven, nou, mijn zoon of dochter, die leeft echt naar die bijeenkomsten toe. Die vindt dat ontzettend fijn. Dus we zijn heel blij dat het is. En ook nu, in de coronatijd, zijn we doorgegaan, maar online met een speciaal platform waarbij ze elkaar kunnen vinden en wedstrijdjes met elkaar kunnen aangaan. Dus ja, dat vinden ze juist ook nu heel erg fijn, dat blijft. Om die verbinding met elkaar te blijven zoeken. Ja.
Hey, en ik begrijp denk ik dat volgend jaar voor de hoogbegaafde leerlingen die dan bij ons in de brugklas weer starten, is dit topprogramma er opnieuw? Starten we met een nieuwe groep of sluiten ze aan? Nee, we starten met een nieuwe groep. Okay. Dus de eerstejaars die gaan door naar het tweede jaar, die blijven begeleiden. En dan de eerstejaars die vormen weer een nieuwe groep. Heel mooi. Ja. Nou ja, en ook hier geldt, als er vragen zijn over dit topprogramma, hè, nou, jij of bijvoorbeeld de zorgcoördinator of een van de andere topbegeleiders kunnen altijd door de ouders benaderd worden om nog even wat aanvullende vragen te stellen. Hè? Ja, graag. Maar goed, kom. Nou, van harte uitgenodigd. Dus ik vind dit heel mooi klinken. Het is voor mij helder en volgens mij voor de mensen thuis ook. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze live uitzending over onze zorg en begeleiding op het Streeklyceum. Hopelijk heeft u inmiddels een beter beeld daarvan gekregen. Zijn er na afloop nog vragen? Wilt u nog contact opnemen met een van onze begeleiders, een van onze medewerkers uit ons zorgteam? Nou, aarzel dan niet, bel of mail ons gerust. Dank voor uw aandacht.